dat ding. Dat is een dorser. Of zoiets, weet ik veel. Die heeft mijn man ooit gemaakt. Kijk, daar hebben we meneer Kassel over. Die wil er ook in. Hé? Ja nou? Of niet dan? Schoon, hè? Ja. Goedemiddag lieve vrienden, ja ik ben heel erg laat om met een vlog te beginnen. Het is vandaag 3 september en we leven om 2:48 uur, ja. Ik kreeg vanochtend vroeg, tenminste bij tijd, al onverwacht visite. Denk niet aan het vloggen. En die zoog mijn energie helemaal leeg, ja. Dat die weg was, ik heb de troep opgeruimd die zij had achtergelaten en ik ben weer naar bed toe gegaan. Zo had die mij leeggezogen. Ik denk, nou ik ga weer naar bed, want ik had hoofdpijn, misselijk en beroerte van. Ben ik weer naar bed gegaan en dan ben ik er pas weer net uit. Dus kun je nagaan. Ja, en ik ben nog niet in orde. Ja, ik heb mijn raam ook nog steeds niet lappen, want de zon schijnt. Met de zon op mijn raam ga ik niet lappen. Nee, want ik krijg strepen. Ik denk dat velen dat wel weten. Ja, mrouw. En ik ben een oorbel kwijt. Ja, want ik had die dame beneden gelaten. Kandel was buiten, dus die kan ik niet gedaan hebben. Maar de oorbellen die ik er overdag in heb, leg ik s'avonds op mijn bureau neer. Die lange en dan die eerste knopjes. Die andere knopjes laat ik zitten, die zijn kleiner. Met dat grote spul doe ik voor de nacht eruit, leg ik op mijn bureau. Nou ben ik 1 oorbel kwijt. Een grote. Die ik dus in het onderste gaatje heb. Ja. Ik heb nergens in het momenteel. Ik ben blij dat morgen Rebecca komt. Hoop ik dat die hem vinden kan. Want dat moet toch ergens wezen, denk je? Hé, potje, een dikkie doosje, ja. Mrouw. Ze zit hier te spinnen naar de nou. Tante Pollewop. Hé? Ga mijn oorbel zoeken. Hé. Maar oké, ja, geniet van de dag. Ga ik ook proberen. Ik heb een klein beetje afwas. Ik heb gisteren brood kunnen eten met een gebakken ei. Ik eet ook weer brood met vleeswaren, etc. Dus het gaat wel weer. Enkel, ja, je moet aan één kant eten, want die kan die grote er nog in. En als ik wel af en toe wilde kaas of vleeswaren omdat onder mijn tong gaan zitten. En dan gaat het eromheen en dan doet het wel even zeer. Maar voor de rest valt het wel reuze mee. Ik ben blij als het andere week is. Kan er een andere erin. Ja, want deze is veel te groot nou. Ja, meisje. En dus ja, al met al. Ik moet jullie nog de groeten doen. Eerst van één die eigenlijk liever niet op de vlog wil dan wel. En dat is onze Astrid. Ja, die is nog steeds ziek. Ik heb er een ontsteking bij en alles. Dat, ja, ik wens haar van harte beterschap. Want dat gun je geen één. En ik heb Chrissy gesproken. Ja. Dat andere week zou ze contact met me opnemen en dan zou ze een afspraak maken om een keer weer op een bakje te komen. Dus het komt helemaal weer goed. En ik ben blij dat ik ze weer gesproken heb. Dan weet je tenminste weer ergens van. En het komt allemaal goed. Gisteren ben ik ook bezig geweest met mijn booster. Ik moet enkel mijn booster nog binnenhalen. Want ik moet, dat moet ik zitten doen, want anders moet ik bukken, dat gaat moeilijk. Dan moet ik een sticker op plakken met telefoonnummer erop. Van Welzorg. Ja, dat is nou de hulpdienst hier voor Den Helder en omstreken. En ik heb de site opgezocht en ik heb de app opgezocht.
de app op mijn telefoon, de site op mijn computer. Dus ja, ik vond het allemaal goed. En ik word ook doodgebeld door Oxio. Die moeten ook stoppen. Ik ben al een paar jaar geleden overgestapt en nog blijven ze je bellen en lastig van omdat ze je weer terug willen hebben. Nou, ik ga niet terug, never, nooit niet. Nee. Als ik ben veranderd van maatschappij, dan blijf ik daarbij bij mijn keuze. Simpel. En ik word ook doodgebeld door het buitenland. Ja, het buitenlandse nummer. Ik moet opletten. Denemarken komen ze vandaan. Ja. Nou, je wordt er al lyrisch gek van. Ik dacht dat ik al gek was, maar niet op deze manier. Nee. Je draait gewoon op een gegeven moment straks nog door. Want je kan niet opnemen. En je kunt ze wel blokkeren, maar ze blijven je wel bellen. Dat vind ik juist zo vreemd. Ik heb ze geblokt en toch blijven ze bellen. Hoe kan dat? Maar ik begrijp dat niet. Nee, ik begrijp er echt twee keer niks van. Maar ja, het zal aan mij leggen. Als jullie iets weten wat je eraan doen kan om niet meer gebeld te worden door zo iemand die jij blokt. Hoe doe jij dat? Ik is enkel maar blokken, verder ken ik niet en ze blijven bellen. Dus schrijf dat even hieronder, hè, in de reacties. Ja, wil ik graag van je weten. Maar oké, ik ga ook eten nu. Dat ruimt ook nog. Ja. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. De aanrecht moet nog. Die kant beneden moet nog. Maar die kant boven hek nou ook schoon. Ja. Echt waar. Echt waar. Helemaal keurig netjes weer de boel er neergezet. Dat is ook nog een beetje hobby in een plastic bak. En wat er aan die kant ernaast staat ook. Dat weer niet. Daar staat een doosje met echt bladgoud kameeservisje in. De oude waterkoker van mijn man, maar ik wilde ooit eens achteraan om weer zo eentje te krijgen. Want nou ja, die gaan er langer mee. Dan deze kringen. Nou, en dat van hout. Ik moet mijn stok even pakken. Dan kan ik er naartoe lopen. Huppata. Dat ding. Dat is een dorser. Of zoiets, weet ik veel. Die heeft mijn man ooit gemaakt. Ja, priegelwerk. Nou, en een vaasje met bloemen. Alles is weer brandschoon. Net zo min als daar. Alles brand schoon. Ja, netjes. Nu moet ik dat nog allemaal. En dit moet allemaal nog. Nou, die emmer heb ik straks niet nodig. Dat gaat schoon water in. Want ik wil toch nog proberen om de ramen te lappen. Ja, proberen zeg ik. Maar ik zit nou eerst. Naast een zeurende eeuw in. Ja? Wat moet je? Ja, is het zo, wijfie? Echt waar? Ik weet het niet, jij zegt het. Ja. Maar ja, lieve vrienden, dat... ik ben echt bek af. Zo, nee, is wel weer donker. Ken ik ook niks aan doen. Ja, moet maar. Ik ga mijn koffie opdrinken en dan pak ik een schoon emmer met water en dan ga ik die kant op. Ja, theedoeken blijven wel hangen, want de zon die komt weer lager te hangen. En om ze nou iedere keer eraf en erop te doen, ja, misschien, ja, ik kan schoon ophangen. Maar in ieder geval, dat is mijn zonneschermpje voor de winter. Ja, ja meisje. Want ik kan die zonnescherm buiten amper omhoog of naar beneden krijgen. Wel naar beneden, maar dan moet je hem weer omhoog halen. Nou, daar heb je veel kracht voor nodig. Dat, ja, mijn man die had eigenlijk zelf
een elektrisch willen maken van binnenuit, met afstandsbediening, een motortje willen kopen, die erin willen bouwen. Ja, dat was zijn ding, weet je. Maar ja, dat, hij is er niet meer, dus ik moet hem op een andere manier zien te redden. Dus ja, daar hang je wat anders van neer, ja. Ja, schat, je bent een sukkoutje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ja, het wordt donkerder en donkerder en donkerder. Dus ik ga opschieten. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, het raam daar is ook schoon. Ja, ik ben er blij mee. Hij moet nog ingericht worden hoor. Maar hij is schoon. Kijk, daar hebben we meneer Kogelhoof, die wil er ook in. Hé, ja nou, of niet dan? Schoon, hè? Ja, kraakhelder. Ik aan de buitenkant nog. Zo, die is ook binnen. Nou, die gaat naar boven toe, zo te zien. En hier ligt meneertje Frodo. Met Eeuwen achter hem. Ja, dus nou, ik ben er blij mee. Het is... Zometeen even boven schoon de vitrage halen. Die gaat opgevouwen worden en in de was. Ja, vouw ik op. Je moet nooit hoog, bewazig. Ga lekker hier. Kom op, voor is helder. Nee, doe ik niet. Zo dan. Ja. Dus ja, vitrage moet je altijd opgevouwen in de wasmachine doen. Maar... ja, ik heb nog meer witte was wat bij vitrage kan. Dus dat gaat dan in één keer in de wasmachine, anders vind ik het zonde. En dan zal ik zometeen even andere vitrage ook van boven halen. Ook een M. Net zoals wat er in de keuken nou hangt. En enkel met een andere bloem erin. Nee, maakt niet uit. Nee hoor, ik zit jullie weer neer. Jullie zijn zwaar. Ah. Daar naartoe jullie. Zo, enkel nou ben ik donker, maar daar kan ik ook niks aan doen. Even kijken wat knopje zit. Nee, dat helpt bijna niet. Ik moet nieuwe batterij erin doen, dat weet ik. En dan helpt het weer wel. Maar geen tijd voor. Dus ja, dan gaan we naar het raam. Godje, dikke doosje mensen. Zo, ja, dan gaan we hier even zitten, maar jullie zijn zo zwaar. Wat dik een piep. Zo dan, ja. Want dan zijn jullie op de kookplaat, wat eigenlijk ook niet mag. Maar ja, doet er niet toe. Ik haal jullie toch zo weer af. Wat is er, man? Hé, wat is er? Die wordt topzwaar, dat blot. Ja, die wordt topzwaar. Ja, kan ik ook niks aan doen. Het mag een plant zijn. Toch? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder. Het is bijna, het is net 6:30 geweest. Dus smakelijk eten. Voor vanavond natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond geweest. En hou jij eens op. En voor later op de avond welterusten met mooie dromen. Geniet ervan. En als ik er aan toe kom en fut heb, dan ga ik die batterijen veranderen. En dan zal ik dat raam ook nog laten zien, maar zo niet, komt dat morgen wel hoor. Ja, dus ik zeg even goed, welterusten en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!